Ik hoorde overal dat ik te weinig ervaring had, dat ik te jong was. Ik in het begin bang voor was, dat ik geen zekerheid had, heb ik helemaal niet meer. In een serie gesprekken die ik maak samen met Sales Marketing Group duik ik in de wereld van de freelancer. Met in deze aflevering een gesprek met freelancer en CEO specialist Megan Hordijk. Welkom bij CVD TV. Megan, hartelijk welkom. Dank je. Leuk dat er bent. Hoe ben jij dit vakgebied ingerold? Um, nou, eigenlijk uh, ja, via SMG ben ik eigenlijk ingerond, ingerold. Ik uh, ja, ben daar begonnen met een uh, traineeship eigenlijk bij uh, via SMG. Ja. Uh, en toen ben ik eigenlijk heel erg gaan verdiepen in een uh, stukje marketing, eerst uh, echt heel breed, dus uh, niet alleen SEO, maar ook stukje SEA, stukje e marketing, echt van alles. Ja. Uh, en door eigenlijk al die, die trainingen die ik heb gedaan via SMG ook, uh, ja, ben ik achterkomen dat stukje SEO wel echt iets is wat ik het echt ja super leuk vind. Wat? Um, ja, ik hou heel erg van analyseren uh -huh. uh, en dat is wat ik ja, veel aan doe met dingen uitzoeken, dingen uitvogelen, dat ja, is voor mij eigenlijk SEO, ja. Ja, ja puzzelen eigenlijk. Puzzelen ja, ja want ja. je hebt het niet in de hand anders dan met CA waar je natuurlijk iets kan kopen in principe, is met SEO ja. natuurlijk moet je gewoon je werk goed doen, wil, wil het Google algoritme je bovenaan zetten. Ja, ja. Dus uh, met CEO kun je niet garanderen dat je bovenaan komt, hè, voor de duidelijkheid. Nee, nee, klopt. En dat maakt het soms ook wel lastig richting, uh, richting klanten. Dat je niet kan beloven van jij ja. komt echt bovenaan en je komt dan bovenaan. Ja. Dus dat uh, maakt het ook wel lastig, maar ook wel uh, ja, weer een uitdaging. Hé, hey, laten we eens beginnen even met: um, uh, hoe oud ben jij? Ik ben 25. Je bent 25 jaar. Je ja. zegt, je bent bij SMG binnengelopen. Wat deed jij daar? Want wat heb je daarvoor? Wat is het leven daarvoor van Megan? Neem um, eens mee. Nou, eigenlijk uh, toen ik was afgestudeerd, toen ben ik uh, op zoek gegaan uh, naar een baan. Ja, Wat heb ik gestudeerd? Uh, management toerisme. Dat is echt uh, iets heel anders. Ja? ja ik heb mijn specialisatie in uh, marketing gevolgd uh, toen. Uh -huh. toen ontstond echt mijn interesse, ook voor marketing. Ja. Uh, toen wilde ik graag ook een baan binnen de marketing, uh, maar dat, dat lukte niet. Ik hoorde overal dat ik uh, te weinig ervaring had, dat ik ja. te jong was. Ja. Vandaar mijn vraag over je leeftijd. Ja, ja ja. ja, ja. Want ja. je had niet het plan om te gaan freelancen in principe. Je zocht een ja, baan. Ja, ik zocht eerst een baan. Ja. Je komt niet uit een ondernemersnest. Nee, helemaal niet. Nee. Wat, wat doen je ouders? Um, ja, mijn vader werkte uh, in de belastingwereld, uh, uh, ja. gewoon uh, in loondienst. Ja. Dus uh, Oké. Okay. Ja. Uh, dus nooit het plan om ondernemers uh, of onder zelfstandigen iets te gaan doen? Nee, nee, en ook als ik nu aan terugdenk, heb ik er nooit eigenlijk over nagedacht vroeger. Want ik vond het uh, ja, heel spannend klinken allemaal, heel, um, ja, heel ver uh, ja. eigenlijk voor mij. Ja, zou ja. toch ook heel veel jonge gasten nu allemaal willen ondernemen, freelance. Maar dat ja, is... ja, maar het, ja, ik hield een beetje van het veilige eigenlijk. Het, uh, ja, ik heb er nooit over nagedacht op die manier. Ja, het ja. schijnbaar veilige. Het, ja, de, ja, 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 zeker. Precies. Daar ja. komen we zo meteen nog wel op. Ja. Um, dus dat banenwerk, dat lukte allemaal niet. En hoe kwam je toen... Want heb je wel gewerkt voor SMG? Of? Uh, nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb een baantje bij de Albert Heijn gehad. Ja, dat dus soort dat, uh, Ja, Dus niet echt... Dus um... na het studeren wel geprobeerd wat, wat, wat centen te verdienen, zeg maar? Ja, ja. Oké. Okay. En ja. Toen kwam, hoe kwam je SMG tegen? Uh, ja, ik ben online eigenlijk gaan kijken. Toen via Indeed zag ik uh, ja, een traineeship eigenlijk staan. En dat sprak ah, ja. me best wel aan. Dus en werken, maar ook trainingen, uh, dingen leren. Want ik hou ook heel erg van de, uh, dingen leren. Altijd uh, uh -huh. uh, ja, iets nieuws ontdekken. Ja. En mocht je zo uh, beginnen daar? Uh, ja, eigenlijk best wel snel uh, kon ik beginnen daar. Oké, okay. ja. hey, maar dat is wel, een sales marketing groep is een freelance netwerk. En ja. Wat dacht jij toen? Dacht jij van eng of hoe ja, werkt het? Ja, wel heel spannend. Ja? Want ik dacht, ik had nog niet echt een goed beeld bij freelancen. Maar uh -huh. dat, uh, ja, daar kon ik met best wel veel freelancers meekijken van uh, hoe is het nou? En uiteindelijk kwam ik erachter dat het niet heel veel verschilt met loondienst eigenlijk. Het is gewoon, ja, je hebt eigenlijk veel, veel meer voordelen. Uh -huh. uh, ja. Nou, en wat, hoe zit het met die zekerheid dan? Want, want een baan, hè, dat zijn nog steeds wel mensen die inderdaad denken: van ah, als ik een baan heb, dan heb ik zekerheid. En ja. hoe zie jij dat nu als het gaat om het verschil tussen een baan en freelance, als het gaat om zekerheid? Ja, nou, nu heb ik eigenlijk nooit gehad dat ik denk: van, uh, oh, uh, ik ben man, ik heb geen opdracht, heb ik het, het voelt gewoon ook heel zeker eigenlijk voor mij. Ja? Ja, misschien omdat ik in die tijd dat ik freelancer ben nog nooit zonder opdracht heb gezeten. Uh -huh. maar het voelt, het is, waar ik in het begin bang voor was, dat ik geen zekerheid had, heb ik eigenlijk helemaal niet meer nu. Nee. Hey, laten we, want straks even hoe jij als freelancer dingen doet, ook een stukje financieel. Misschien even, ben ik ook wel benieuwd naar hoe een ja. 25-jarige daarmee omgaat, zeg maar. Ja. Uh, maar laten we eens inzoomen op uh, uh, SMG. Uh, want vertel eens, hoe werkte dat? Jij kan daar gewoon beginnen en dan met werk en opleiding. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat? Um, ja, je komt er eigenlijk binnen en uh, ja, je begint dus eigenlijk met, met trainingen gewoon heel breed. Uh, dus SEO, uh, CEA, uh, ja, je alles op digital, uh, digital alles marketing. Alles wat met digital marketing te maken heeft, ja, ja. klopt. En dan kan je eigenlijk ook ontdekken van wat vind jij nou echt uh, het leukste als je dat nog niet weet. Wat past echt bij jou en ja, waar word je ook echt gelukkig van? Uh, en, uh, maar hoe leer je dat dan van andere freelancers uit dat netwerk? Ja, en van andere freelancers inderdaad. En uh, trainingen die en door andere experts ook worden gegeven. Dus het is ah, ja. ook heel erg kennis delen. Uh -huh. Uh, en dat is ook wel leuk. Nu ik begon daar mijn trainingen volgen en nu geef ik zelf ook trainingen. Ja, dat begreep ik. Ja, dat begreep ik. Ja. Daar wil ik het ook over hebben. Want uh, uh, is dat dat zes maanden coaching traject of is dat wat je hebt doorlopen? Uh, nou, trainingen geef ik aan eigenlijk de nieuwe mensen, die, ja, de nieuwe potentials noemen we dat. Dus de, de, de ja, junior marketeers die beginnen, daar geef ik trainingen aan. Dus hoe ik ben begonnen, ja. geef ik eigenlijk nu ook weer trainingen aan hun. Wat leer je dan? Uh, ja, CEO, eigenlijk. Ja, ja dus dat is echt echt vakinhoudelijk. Echt vakinhoudelijk. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat voor types zijn dat dan? Want is dat heel divers? Of zijn het allemaal jonge gasten of zijn het um, ouderen? Echt heel divers. Dus huh. uh, ook uh, wat jongere mensen, maar ook wat, wat, wat ja, oudere mensen uh, die al ja, vanuit loondienst komen en maar dan uh, ja, ook ja. willen ondernemen. Ja, hey, um, die, uh, dat, dat zes maanden coaching-traject. Dat, ik las daar iets over. Is, is dat een coaching-traject wat jij doet? Ja, klopt. Daar zijn we eigenlijk net mee gestart binnen SMG. En ja. dat is eigenlijk uh, ja, voor een stukje persoonlijke ontwikkeling. Um, en zeker omdat ik uh, ja, in het begin best wel ook onzeker was van uh, ja, over mijn leeftijd ook, van uh, ja. Gaan, ja, kan ik wel bij klanten beginnen. Vond ik het ook wel fijn om daar wat uh, ja, ondersteuning in te krijgen. En wat, wat hoe ziet het programma eruit? Uh, ja, je begint eigenlijk met een uh, intakegesprek met een uh, coach uh, van SMG. En dan ga je eigenlijk onderzoeken: van, ja, waar, waar zit jij mee? Waar, waar wil je heen? Wat zijn jouw doelen? En dan ga je eigenlijk mee aan de slag. Oké, okay, Wat zijn je doelen? Uh, ja eigenlijk dat ik uh, ja, ook wat zekerder wordt eigenlijk bij klanten minder gaat nadenken van oh ik ben maar 25 en misschien uh, vinden ze dat ik te weinig ervaring ik heb te weinig kennis heb dus ja. toch wat minder twijfelen aan, uh, aan zulke zaken ja, ja, ja. en, ja. en daar, daarmee ja dat is ook een kwestie van ouder worden denk ik zeker Los, ja, ja. Zich. want heb je daar merk je dat merk je dat bij klanten dat ze want op zich is in dit vakgebied natuurlijk werken er zoveel twintigers ja, nou het verschilt wel. Ik heb ook wel, wel eens gehoord dat ze, ja, toch over mijn leeftijd dan zaten. Dat ze denken: oh, je hebt niet genoeg ervaring. Terwijl ik ervaring niet gelijk vind staan aan leeftijd. Nee. Maar toch heb ik dat wel, uh, wel vaker gehoord. Dat ja. ze toch iemand willen met meer ervaring, zeggen ze dan. Of iemand die ja, wat, wat ouder ook is. Denkt, ja denk, je leeftijd zegt eigenlijk helemaal niks. zal mij nou echt boeien bij SEO. Ja, ja. als, je, als je maar snapt hoe SEO werkt, toch? Ja, zeker. Ja Daar gaat het natuurlijk om. Ja. Je kan dus, als je vrij jong bent, of nou niet alleen jong. Als je geïnteresseerd bent, zijn er mogelijkheden om in zo'n netwerk te komen. En met, ja. met leren en werken te beginnen, zeg maar. Oh ja, daar nog even op terug. Krijg je dan klanten van SMG? Of hoe werkt dat dan? Of uh, werk maar... je dan... Ja, je krijgt niet dat ja, je klanten krijgt, maar je gaat wel echt zelf op zoek. Dus je krijgt echt tips van: je kan je LinkedIn-profiel zo verbeteren. Hoe profileer je jezelf? En dan op die manier kan jij, ja, komen klanten eigenlijk vaak ook naar jou toe, omdat je ja, gewoon echt goed profileert ook. En de uh, kracht van het netwerk ook kan gebruiken. als ja, ja, Member En we van SMG. Ja. Nou, dan hebben we daarnaast persoonlijke ontwikkeling, waarbij je dus nu een soort zes maanden uh, trajecten door de, door de mangel gaat, uh, zeg ja. maar, om jezelf eens te ontdekken. Ja. Uh, en, maar je bent ook leader, en dat betekent dat er ook squads zijn. Wat, wat, wat houdt dat in? Uh, een squad is eigenlijk uh, ja, een groepje experts dat uh, dezelfde uh, ja, interesse deelt qua vakgebied. Dus ja. ik heb ja, bijvoorbeeld de CEO-squad, waar ja. ik dan squadlid van ben. Uh, en eens in de zoveel tijd komen we samen om uh, ja, bepaalde cases te bespreken van klanten, problemen van, uh, van klanten te bespreken. Gewoon ja, dat je met elkaar ja, kennis deelt over SEO en over uh, het vakgebied. Um, hoe werkt het? Kun je eens uitleggen hoe het verdienmodel uh, werkt? Want jij bent mm -hmm. uh, je bent werkzaam als freelancer. Ja. Uh, hoe hoe werkt dat in relatie tot SMG? Um, ja, eigenlijk uh, als je ja. Iemand aandracht binnen SMG, dan kan jij ook iets uh, ervan verdienen. Uh, als je bijvoorbeeld ook mentor bent van iemand, dan kan je ook iets, uh, ook daar aan iets verdienen. Dus het is wel, ze hebben we echt slim over nagedacht dat je uh, ja ook weer iets aan kan verdienen, want je betaalt natuurlijk contributie, maar ze ja. willen ook laten zien van je kan ook ja zelf ook er iets aan verdienen. Als je actief het netwerk gebruikt Zeker, en versterkt, ja. dan verdien... en ja. uh, je zei mentor, dan begeleid ja. je andere SEO-specialisten. Ja, of niet per se CEO te zijn. Ik heb zelf uh, ook een mentor die heeft uh, niks met C.E.O. te maken. Maar ook gewoon een beetje op je ja, persoonlijke ontwikkeling. Iemand ah, die, ja. ja, jij denkt, die kan mij verder helpen met uh, ja, wat ik zoek eigenlijk. En hoe wordt zo'n mentor dan betaald? Is dat dan per uur? Of is dat dan, hoe um, werkt dat dan? Ja, per uur van, uh, ja, jou, als jij een opdracht zit, krijgt hij 1 euro per uh, ja, uur van jou. Ah, oké. Okay. Van jouw totale uren per maand. Ah ja, dat, uh, maar dat kan best wel oplopen als je heel ja. actief aan het mentoren bent. Zeker, ja, ja. Um, ja. Wat ik wel zag op jouw LinkedIn profiel is dat jij ook bij meerdere uh, partijen of clubs, of uh, het is, het, is het, uh, ben je als freelancer verplicht om exclusief alles via SMG te laten lopen? Um, het hoeft niet uh, via SMG te lopen. Dat, uh, ja, ik heb het voor het zelf op mijn LinkedIn staan als een netwerk. Want dat is, mm -hmm. het voelt voor mij ook echt als een netwerk. En dan mm -hmm. daarbuiten heb ik natuurlijk mijn, uh, ja, mijn opdrachten die ik onder mijn eigen bedrijven uh, doe. En hoe bepaal je die? Is daar nooit verwarring over? Dat mensen zeggen: Ja, maar eigenlijk kom je nou in die klus omdat je bekendheid hebt gekregen door SMG. Het Lijkt best lastig, toch? Ja, ja soms wel. Omdat ze dan ook denken dat SMG misschien ook, ook een opdrachtgever is. Of, of een bureau. Soms vinden ja, klanten dat best wel lastig om te ja, begrijpen wat het dan is. Mm -hmm. Maar ik zeg altijd: Ja, het is, het is gewoon een netwerk eigenlijk uh, waar je aangesloten zit. Ja. En, jij dus, en je, je krijgt opdrachten via het netwerk, maar je ja. doet ook eigen opdrachten. Daar is nooit Klopt. discussie over? Uh, nee, eigenlijk niet. Hoe nee. zit dat met tarieven? Hanteer je altijd hetzelfde tarief? Uh, ja, meestal wel, ja. Okay. ja. Wat kost jij? Uh, 75 per uur. Oh, ja. als 25 jaar, doe je het goed, toch? Ja, ja. Want hoe gaat het met de handel? Zeg maar met, uh, hoe gaat het met de business? Ja, best wel goed. Ja, uh, ja ik zit uh, ja, vol met opdrachten. Ja. Uh, ja, in de afgelopen twee jaar dat ik ondernemer ben, ben nog nooit geen opdrachten gehad. Dus dat... Uh, het gewoon heel goed ook. En met hoeveel, ja. want de, de, de delen ze een maand in? Zijn dat, zeg maar, een heleboel opdrachtgevers met kleine opdrachten, of zijn het een paar grote? Hoe werkt dat? Ja, nou, wat ik zelf fijn vind is om wel langdurige samenwerkingen te hebben. Ja. Dus ik werk bijvoorbeeld uh, met een uh, ja, bureau samen waar ik dan uh, ja, via hun, voor hun klanten werk. Uh -huh. En dat zijn wel echt samenwerkingen werk werken nu al ja, meer dan een jaar eigenlijk. En daar ook verschillende eindklanten. Dus ik vind het zelf wel leuk om echt voor meerdere klanten te werken. Dus niet dat ik één opdracht heb voor, uh, ja. Ja, voor 40 uur per week. Nee, nee, maar precies. echt, ik deel het in een kleinere stuk. Zodat je ook nog een beetje flexibiliteit hebt om zelf ja. je week in te. Ja, delen. dat ook. Ja. Want over daarover gesproken, hoe flexibel ben je als freelancer om te bepalen waar je werkt, wanneer je werkt? Uh, ja, ik zelf wel echt heel erg. En dat is ook wel echt uh, wat ik het fijnste vind eigenlijk. Dat ik zelf kan indelen ook. Um, ik werk dan misschien eens een keer een avondje. Of uh, dan ga ik een andere dag uh, ergens naartoe. Of, of een, een reisje maken en dan werk ik daar weer. Dus dat. Je had een maand op Bali, zag ik? Ja, ja. En dan werk je gewoon door? Ja, dan werk ik daar inderdaad. Ja, dat was ook wel uh, heel fijn. Dat noemen ja. ze workation of zo heet dat tegenwoordig, toch? Ja, klopt, ja. En ben je van plan dat vaker te gaan doen? Ja, ja, wel, ja. Mm. ja. Ik ga ook uh, ongeveer ja, twee, drie keer per maand ook naar het buitenland, uh, naar Engeland dan, bijvoorbeeld voor een SEO-congres. Dus dat uh, ja, vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, van die uitstapjes die je dan ook kan maken. Uh, dus financieel heb je alles prima op orde als 25-jarige. Ik doe maar een snel rekensommetje. Maar als je redelijk volgeboekt bent, dan uh, ja. verdien je meer dan een modaal salaris. Ja. Uh, om maar zo te noemen. Doe jij aan... Um, uh, hele, zeg maar, doe jij aan om, ik weet niet, maar pensioen ja. <laughs> ik is zo raar om te vragen de 25-jarige tegenwoordig. Maar uh, pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen. Hoe heb jij, heb jij, dingen geregeld wat dat betreft? Ja, ja Sinds dit jaar heb ik, uh, ja, pensioen doe ik bij een, uh, ja, brand new day heet dat. Dus dat uh, daar spaar ik mijn pensioen bij pensioenrekening. Ja. Dus dat uh, ik, we hebben er heel lang over getwijfeld. Van ga ik dat extern doen? Ga ik dat zelf sparen? Maar toch wil ik iets van een beetje zekerheid toch hebben. Toch wel. Ja. ja. Toch en uh, heb uh, jij een ja. Arbeidsongeschiktheidsverzekering of iets? Ja, ook ja. Oh, Dat super. vind ik ook wel belangrijk eigenlijk. Ja. Dat is dan toch weer een stukje zekerheid die je ja, wil inbouwen. Klopt, ja, ja. Ja. Want dat kost wel een heleboel freelancers die zeggen van, ja, maar dat kost zoveel geld. En, ja. uh... maar ik heb weer het voordeel dat ik best wel jong ben en dan betaal je wel een stuk minder. Dus dat, uh, dat ja. is daar weer het voordeel ja. van. Ja. Sterker nog, ik begrijp, want dat is natuurlijk een, uh, iets wat je ook heel vaak ho hoort over freelancers. Ja, maar ik ben jong en dan ook nog freelancer, dan krijg ik dus never nooit een hypotheek. Maar je hebt een huis gekocht. Ja, ja, echt uh, sinds kort eigenlijk, ja. En hoe heb je dat dan gegeven? Dus, je kan, als, dus je kan als freelancer gewoon een huis kopen? Ja, klopt. Ja, en uh, normaal zeggen ze ja, met jaarcijfers van drie jaar, maar ik heb met jaarcijfers van twee jaar kunnen doen. Dus dat is ook wel daar uh, ben ik heel blij mee. Dus dat uh, vorig jaar echt, uh, echt extra hard gewerkt, eigenlijk, zoveel mogelijk uren gemaakt om goede jaarcijfers te krijgen. En uh, ja, zonder problemen gelukt eigenlijk. Dus je ja, moet je nagaan, je bent 25, je hebt het eigenlijk allemaal voor elkaar. Het ja. kan alleen helemaal misgaan vanaf nu. Ja, ja, hopelijk van niet. Wat zou jij willen zeggen aan uh, uh, jonge mensen die, uh, die nu uh, die zijn afgestudeerd, uh, oriënteren zich op het werkveld, vinden de hele wereld van digital marketing interessant. Ja. Er zijn natuurlijk ook waanzinnig veel bureaus. Kleine bureaus, grote bureaus, stik ervan in Nederland. Wat zou jouw advies zijn als iemand op je afkomt en die zegt: hey, ik kan, een, ik kan linksaf en dan kan ik een baan gaan zoeken bij een mooi bureau. Of ik kan rechtsaf en ik kan freelancen. Wat zou jouw advies dan zijn? Ja, als je echt uh, je op zoek bent naar, naar, vrijheid, naar vrijheid, dan zou ik wel gaan freelancen. Als, je, ja, als het jouw angst is uh, dat je bang bent dat je geen zekerheid hebt, dan zou ik dat niet in de weg laten zitten. Ik uh, ja, zou het eigenlijk iedereen uh, aanraden. En uh, ja, een stukje vrijheid vind ik gewoon heel fijn. Natuurlijk ook dat je een stuk meer verdient. Mm -hmm. uh, je eigen opdrachten kan kiezen. Stel je vindt een opdracht niet meer leuk, dan, ja, dan neem je ook zo weer afscheid. Dus uh, ja, voor mij zou ik geen reden kunnen bedenken om het dan niet te doen. Mm -hmm. ja. um, zitten er geen nadelen aan? Um, ja, soms denk ik wel, ja, was het niet fijner geweest als ik, als ik een team had van collega's. Ja. Maar daarom ben ik ook weer bijvoorbeeld bij SMG aangesloten. Dat ik toch een soort van ja, collega's eigenlijk heb. Mm -hmm. Soms denk je van: oh, hoe zou iemand dit aanpakken, hoe zou die dat doen? Mm -hmm. En dat ja, heb ik dan weer bij SMG. Ja. Dus dat een stukje e eenzaamheid, waar ik dan ook een beetje bang voor, bang voor was, dat ja. uh, vang ik daarmee op. Dus voor wat voor klanten werk je nu? Um, ja, hele verschillende klanten: uh, klant uh, in de verzekeringsbranche, uh, klant uh, die privéjets verhuurt. Uh, ja, hele diverse klanten eigenlijk. En okay. dat, dat vind ik ook zo leuk eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Denk je nou over de toekomst? Uh, ja. ja, want je hebt natuurlijk een aantal dingen geregeld waaruit het wel een beetje blijkt. Maar ik bedoel het ja. meer vaktechnisch? Denk jij vooruit waar je over een aantal jaren staat of? Uh, Ja, dat ja, vind ik ook wel lastig nog. Uh, ja, ik heb niet echt een denk van over vijf jaar wil ik dit bereikt hebben. Ik ben gewoon heel tevreden hoe het nu gaat en uh, hoe ik nu ook aan het groeien ben. Mm -hmm. dus dat, uh, ja, ik ben vooral bezig ook met, met nu eigenlijk. Ja. Uh, ja. 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 Wat zijn je belangrijke lessen die je tot nu toe hebt geleerd die je aan andere freelancers zou willen meegeven? Um, ja, dat je ook uh, ja, aan jezelf moet, moet denken. Ik heb, uh, in het begin zei ik tegen alles, uh, zei ik ja tegen elke opdracht. En ja, daarvoor ging ik ook te veel werken en uh, te weinig ja, vrije tijd had ik daarmee. Dus nu ben ik ook veel meer aan mezelf aan het denken. Heb ik daar nog wel tijd voor? Uh, mm -hmm. Word ik wel gelukkig als ik zoveel werk? Mm -hmm. Dus ik probeer echt die balans te vinden. Dat, uh, ja, dat ik echt gebruik maak van die flexibiliteit en vrijheid die je hebt als freelancer. Leuk. Leuk om eens een beeld te schetsen van een, uh, van een, uh, van een, van een jonge freelancer en uh, hoe die in deze wereld. Uh, de, tot slot, hoe zie je de wereld van SEO ontwikkelen? We hebben AI, we ja. hebben een hele discussie over even vaktechnisch, eh, over cookies. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook wel een, een beweging waarbij waanzinnig veel gebeurt. Wat zijn technisch voor jou ontwikkelingen of trends die jij in jouw vakgebied ziet? Ja, toch wel heel erg dat zitje AI. Uh, in Amerika heb je natuurlijk nu dat uh, er een, ja, een zoekmachine is van Google die echt op AI is, uh, is gericht. Dus dan denken mensen: oh, is het nog wel nodig om, uh, om ja, voor SEO te optimaliseren? Toch ben ik van mening dat er altijd wel een menselijke touch nodig is, mm -hmm. want als alles door computers gedaan wordt, dan zal alles hetzelfde worden. Mm -hmm. Dus ik ben wel van mening dat er een ja, unieke menselijke touch nodig is, uh, ook in de wereld van CEO, maar computers die genereren ook unieke dingen tegenwoordig. Ja, ja zeker. Ja, uh, want ik merk zelf, ik weet niet of jij dat merkt, maar ik merk dat ik uh, uh, minder gebruik maak van Google ja. uh, en meer uh, ChatGPT inzet omdat Google. Zoekresultaten geeft en Chat GPT geeft me een antwoord op mijn vraag. Ja. Uh, dus ik zie ik kan me voorstellen, als ik dat al merk, dat heel Google dat moet merken wereldwijd. Dus zie jij niet een gevaar dat Google's positie echt een stuk minder gaat worden? Ja, er zit altijd wel een gevaar in, natuurlijk. Maar ik denk dat er altijd wel iets weer, iets nieuws komt waar je ook alweer op kan inspelen. Dus ja. 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 Dus dat betekent ook jij als freelancer je blijven ontwikkelen en goed Zeker, kijken ja. wat de trends en ontwikkelingen zijn. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Gewoon echt goed blijven, blijven lezen, blijven ja, om je heen kijken wat er gebeurt en dat je ook echt daarin meegaat. Dat je niet achterloopt en uh, ja, uiteindelijk alles ja, weer kwijt bent wat je hebt opgebouwd. Ja. Ja. Uh, ik wens je heel veel succes, uh, Megan. En uh, ja, dank je wel dat jij mijn gast wilde zijn hier op cvd TV. Ja, dank je. En uh, dank je wel voor het kijken. En uh, uh, dank je wel als je hebt naar de podcast zit te luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar nou, weer een verhaal uit de serie die ik maak met Sales Marketing Groep... Waarin we in gesprek gaan met freelancers. Wat beweegt hun uh, en uh, wat drijft hun? Met in uh, deze aflevering een jonge freelancer, Megan Hordijk. Die aan het begin staat van haar glansrijke carrière. Uh, is benieuwd hoe ze over vijf jaar erbij zit. Misschien nodigen we haar dan nog een keer uit. Voor nu, dank je wel ja. voor het kijken. En namens Sales Marketing groep ook dankjewel voor het luisteren. Hoi.